Dan Baks, de eerste dag van de Jeugd Olympische Spelen. Hoe kijk je daarop terug? Ja, met wel een tevreden gevoel. Het was een hele mooie ervaring om hier te schaatsen. En ik heb er erg veel van geleerd. Dus ja, dat is mooi. Was de 500 meter. Was je gespannen vanmorgen? Ja, zeker. Vooral de eerste. Dat is toch weer de opening van het hele evenement. De eerste 500 meter. En dat brengt al zeker een bepaalde spanning met zich mee. Dus ja, was wel even wennen gewoon. De eerste 500 meter was 37,41. Hoe ging die? Ja, op zich die ging wel het best van de twee. Alleen had ik ik moest tegen die snelste Chinees. En die jongen die opent op bijna 15e sneller dan mij. Dus ja, het werd een kutkruising, zo moet ik zeggen. En dat weet je dan al begin van de bocht. En dan rij je eigenlijk niet meer je eigen race, maar ben je meer bezig met, ja, weet je wel, wat straks doen. En dan moet ik nog volle bak doorzetten, moet ik iets inhouden. En ja, dat, ik weet niet, dat heeft denk ik ook. Dat was ook al wel gewoon minder fijn. En dan loopt de rest van de race loopt ook gewoon minder. Ja, dat is gewoon jammer. De tweede rit, kun je die nog voor de geest halen? Hoe verliep die? Ja, stukken beter. Was technisch al stukken beter. En de spanning is natuurlijk ook wat minder. De kop is eraf. Dus dat ging gewoon echt wel stukken beter, gelukkig. Kon je ook een beetje genieten van de atmosfeer hier in het Vikingskipet? Ja, zeker. Het was echt super als je de hal ook ziet. En het is echt geweldig. En mensen die iedereen aanmoedigen. En echt een hele mooie ervaring. Zeker. Kijk, als ik 13 had geweest en ik had een super goede race gereden, dan is het niet anders. Maar dit is gewoon, ik kan zoveel beter. En als ik ook zie die jongen die vierde wordt, ja, die heb ik normaal altijd. En nu, ja, ik weet niet, het lukt gewoon niet. Maandag is de volgende afstand, de 1500 meter. Ja, welke lessen neem je mee naar maandag? Ja, gewoon herpakken en gewoon weer volle bak gaan. Ik weet dat ik het kan en ja, het moet wel goed kunnen komen, denk ik.